we staan hier bij de tuin, de moestuin van Anton Meijerink. Het is echt een biologische tuin. Hij verbouwt er van alles. Anton, kun je ons een klein beetje vertellen wat jij hier zoal in deze tuin verbouwt? Aardappelen, koolsoorten, prei, andijvie, noem maar op. Al wat lekker uit de groentetuin kan komen. Op een biologische manier. Ja, en daar zet u ook weer allerlei andere planten tussendoor? Ja, dat is, noemen ze de biodiversiteit. Dus het ene beestje moet het andere beestje weer beschermen en tegenhouden en opeten. Om een totaal geheel te krijgen, moet je eigenlijk alles door elkaar zaaien en poten en planten. Dat geeft een bioproducten. Dat geeft eigenlijk de bioproducten. Juist. En ja, dat, en aan het eind van de zomer dan eet u alles op? Zo gauw als er wat groot is, zoals de spinazie wat u ziet, dat kan ik met 14 dagen al eten. En de aardappelen, ja, dat duurt nog. Dat is dit voorjaar zo fris en koud. Dat is 14 dagen later dan net ik gewend was. Dus dat is nog even wachten? Dat is nog even wachten. Ja, en u vertelde al, u zou zo graag andere mensen deelgenoot willen maken van uw hobby. Wat zou u wel willen? Nou, ik zie dit als een voorbeeld voor mensen die veel thuis zitten en niet weten wat ze moeten doen. En ze hebben toch thuis een klein tuintje. Dan wil ik ze wel adviezen geven om en mee helpen eventueel. Om uit te leggen wat ze er allemaal mee zouden kunnen doen. Om zichzelf weer een beetje vrolijk te voelen, laat ik het zo maar zeggen. U zit boordevol ideeën en zou ook graag de mensen van de voedselbank ter willen zijn. Wat hebt u daarvoor ideeën over? Ja, inderdaad. Ik ben genegen om de mensen te helpen die daar eventueel interesse in hebben. Om het eten, om het product te verbouwen, et cetera. En dan hoop ik dat ze daar interesse in zouden kunnen krijgen. En dat ze dat zelf ook weer een stuk blijer van wordt. Ja, en om ook lekker van eigen bodem te eten. En dan heb je het resultaat dat je lekker van je eigen spulletjes kunt eten. En je beseft wat de natuur allemaal geeft. En neemt.